Het is tijd voor de action. Welkom terug bij het kanaal. Want we gaan het weer hebben over nieuwe producten. Ja, vandaag video gaan we het hebben over de game controller van de Action. Het is de controller die kan gebruikt worden op de PlayStation 3 en PC. Ja, Windows 7, 8 en 10 is ondersteund. Het is wel een bekabelde controller, dus je zult hem gewoon met een kabeltje moeten gebruiken. Plug and play, zoals het zegt hier mooi op het doosje. Oftewel, als het goed is, moet je hem gewoon in je computer kunnen steken zonder enkele programma's of drivers te installeren. Het kan zijn dat deze controller nog steeds te koop is of gewoon een compleet nieuwe verpakking heeft. Ik wil het al eventjes bijvermelden, want ik heb deze al best wel een poosje. Voor de rest, dit is wat we gaan krijgen. De controller en een simpele handleiding. De handleiding is gewoon wat algemeen uitleg over de controller, hoe het werkt in diverse talen. Maar het gaat uiteraard om de controller. De controller zelf, ik vind het een hele fijne controller. Ik ga het je alvast zeggen, hij ligt gigantisch lekker in de hand. En dit is toch wel iets wat ik heel belangrijk vind. De analog sticks voelen goed aan, hebben een goede touch zoals we dat noemen. En hetzelfde als al de andere knoppen. De D-pad ziet er een beetje raar uit, maar speelt best wel goed eigenlijk. Maar deze controller heeft turbo knoppen. Ja, dat houdt gewoon in dat je knop kan instellen, zodat hij maar door alleen ingedrukt houden meerdere inputs geeft. Heeft alle functionaliteiten zoals de originele controller. Aan de achterkant hebben ze een klein verbeterpuntje aangebracht, zoals je hier kan zien. Want dit was niet bij de originele PlayStation 3 controller. Deze kleine ribbeltjes geven extra grip als je hem vasthoudt. En dat vind ik toch persoonlijk wel heel erg fijn. Het is een bekabelde controller. De kabel is wat dunner dan de gebruikelijke producten die ik wel eens heb gezien. Maar hij is lekker lang. En dat is toch ook wel heel belangrijk bij een controller met een kabel. Voor de rest, toen ik het spel ging spelen, merkte ik gewoon dat alles gewoon functioneerde zoals bij mijn originele PlayStation 3 controller. Of deze controller echt geschikt is voor FIFA en Call of Duty, dat is iets waar je even zelf uit moet vinden. Eigenlijk, ik ben geen echte Call of Duty of pro player. Dus ik kan het uiteindelijk, ook al zou ik het spel spelen, ik kan het niet zeggen. Want ik merk uiteindelijk het verschil niet. Ik heb hem ook eventjes op de PC aangesloten en ik merkte inderdaad met Windows 7 en 10 werkte het echt perfect. Op zich, ik vind het belangrijk met een controller als ik een vechtspel speel zoals Street Fighter, dat alle moves er gewoon in één keer uitkomen. En dat merkte ik bij deze controller. Met de D-pad als de analog stick, het werkte gewoon perfect. Maar de reden waarom ik alsnog een PlayStation 3 controller review wil maken, is omdat ik op zoek was naar een goed alternatief. Er is geen originele Sony controller meer te krijgen nou. En ze zijn er wel, maar dan zijn ze vaak gebruikt en helemaal versleten. Dit kan misschien een oplossing zijn voor ons. Ik wil je gewoon even laten weten dat het er nog is. Heb je deze controller toevallig al? Laat me zeker een berichtje achter in de comment sectie, want ik wil wel eens weten wat jij ervan vindt. Ik vind de extra curve van achter heel fijn. Ik vind persoonlijk gezegd deze nog zelfs beter dan mijn originele controller die ik nog had destijds. Kortom, ik wil je bedanken voor het kijken. Word zeker lid van het kanaal. Druk op het belletje en mis geen enkele nieuwe video. En het zou leuk zijn dat ik je de volgende keer weer zie.